Mijn tafelkleedjes zijn weer gewassen, weer zo goed als nieuw. Ik ben echt zo ontzettend blij met deze. Hij rafelt niet, hij is lekker zacht, hij is al bijna droog en hij komt net de was uit. Ik hoop echt dat ik ooit nog deze terug ga vinden in dezelfde kleur. Want het lijkt erop dat het niet genoeg gaat zijn voor de handwerkbeurs. Daar ga ik een iets grotere kraam hebben, dus ik moet op zoek naar een extra tafelkleed. De andere hangt hier over de douche heen, zo groot is die. Maar terwijl deze aan het drogen is, ga ik ook even mijn quilts wassen. Deze is nog niet eerder gewassen. Ik durf ze niet zo goed samen te doen. Maar je kunt ze gewoon normaal in de wasmachine wassen. Ik ga er een color catcher bij doen voor de zekerheid. Aangezien hier rood zit naast wit. Maar ik denk dat het helemaal goed komt. De achterkant is ook helemaal rood. Dus we gaan eens zien hoe die eruit komt. Op dag 2 maak ik pakje nummer 6 open. Neem weer een lekker chocolaatje erbij voor straks bij de thee. Een heel leuk zakje. En wat zal daar nog in zitten? Wonderclips, daar kan ik er nooit genoeg van hebben. Superleuk. Een mooi houtpatroontje in het blauw. Je hebt echt aan alles gedacht, Karen. Super gaaf. Dankjewel voor dit mooie cadeautje. Het doekje was duidelijk een goed idee. Mijn quilt ziet er nog goed uit. Ik zie daar een plekje. Even kijken hoor. Ja, hier een heel klein beetje doorgelopen. Of misschien is dat gewoon de achterkant van de naad die zichtbaar is. Hij ziet er in ieder geval netjes uit. Dan ga ik nog de andere wassen, deze te drogen hangen. En dan is dat tenminste weer een taak van de lijst. De Shining Stars quilt is nog een heel stuk beter gegaan. Het lapje is gewoon nog helemaal wit. En ook hier zitten toch echt rode en witte stoffen naast elkaar. Super fijn. De quilt te wassen is toch altijd wel echt een dingetje onder de verschillende quilters. Ik ben wel benieuwd of jij graag je quilt wast. Ik heb er echt geen problemen mee. Ik vind het juist zo'n leuke handgemaakte look geven als die net wat meer... Ja, het is niet echt gekreukeld of gerimpeld, maar je hebt er toch net wat meer textuur in als die gewassen wordt. En ik vind het altijd wel fijn. En daarnaast maak ik mijn quilts ook gewoon om ze te gebruiken. Ik vind het helemaal niet erg als er een vlek op komt of als er iets mee gebeurt. En als er echt eentje helemaal stuk is, dan is dat alleen maar een goede smoes om een nieuwe te maken.